Parlementariërs van Komowijnen hebben gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in DNA aandacht gevraagd voor de Pandit Tilak Dariweg te Alkmaar. De weg verkeert in zeer slechte staat en moet dringend worden gerehabiliteerd. De rehabilitatie van de weg wordt al enkele jaren opgenomen op de begroting van het ministerie van OWTNC. Echter is er tot nog toe niet zoveel gebeurd. U hoort NDP-parlementariër Jenny Warsody-Kromo over deze kwestie. Het is ook niet de eerste of de tweede keer dat ik het heb over de rehabilitatie van de Pandit Tilak Dariweg. Ik heb het steeds aangehaald. Alle leden hebben het hier aangehaald. En zoals ieder weet, want niet alleen mensen van Komowijnen maken gebruik van deze weg. En ieder weet bijna dat deze weg in een slechte staat verkeert. Er zijn vele wegverzakkingen, grote kuilen. En tijdens de regentijd is deze weg moeilijk begaanbaar. En je voertuig gaat natuurlijk ook eraan. Maar ik wil toch ook meegeven, voorzitter, dat het ministerie van Openbare Werken, minister Pengel zit niet hier, dat hij alles aan doet om dit leed te verzachten, laat me het zo zeggen. Ik heb gevraagd om te rehabiliteren. Het gaat niet om die 8 kilometer. Ik heb gevraagd om de slechtste plekken alvast te rehabiliteren. Warsody-Kromo geeft aan dat het ministerie van OW eerder de kuilen in deze weg met grind heeft gedicht. Maar asociale burgers hebben een groot deel van het grind weggedragen. Wat ik ook wil meegeven is dat door asociaal bedrag, want de minister is niet hier, maar hij weet dat niet zo lang geleden hij ervoor heeft gezorgd, samen met de DC, dat er bij de diepe kuilen, bij de slechtste delen, grind is geplaatst. Ik kan me niet herinneren om hoeveel kuub het gaat, maar om de leed van de mensen te verzachten die elke dag daar rijden, heeft hij dat gedaan. Maar niet lang daarna kreeg ik van mensen te horen, van burgers te horen, dat grind in zakken wordt geplaatst of met kruiwagens worden weggedragen. Totdat ik het zelf een dagje heb gezien. Ik heb het zelf ontdekt en ik ben natuurlijk gestopt, niet gewoon als DNA-lid, omdat ik ook zelf van de buurt ben. Ik heb toen gevraagd van waarom die meneer dat doet. Dus ik heb hem gewoon, laat me het zo zeggen, op heten dat betrapt. Dus dat wil zeggen, het gebeurt ook. En dan wil ik de mensen van dit resort vragen om dat asociaal gedrag niet te tonen. NDP-parlementariër Jenny Warsody-Kromo gisteren in DNA. Ze vroeg de regering om de Pandit Tilak Dariweg te rehabiliteren.